Dag mevrouw van de Brand. Ik ben Mark Buis, ik ben een neef. Je kunt hier wel zien wie er jarig is. Ik kwam u even feliciteren. Ja, ik kom heel graag. Van harte welkom in deze feestelijk versierde Broeder van Oorschotzaal. En dat is niet voor niks, want we hebben een eeuweling, een 100-jarige in ons midden. Een van onze bewoners, mevrouw van der Brand, viert vandaag het heugelijke feit dat ze 100 jaar is. Als er in een van onze huizen, een van onze bewoners die enorm hoge leeftijd heeft weten te bereiken, dan pakken we ook echt wel uit om dat feestelijk te doen. Zeker omdat mevrouw van der Brand, en dat heeft ze ook verteld aan ons, wel van een feestje en van gezelligheid en van sociale contacten houdt. Dus ik denk dat het zeer op zijn plaats is dat we hier met elkaar, bewoners, medewerkers, maar ook familieleden en vrijwilligers, aanwezig zijn om dit met haar te vieren. En ja, we zijn hier met z'n allen bijeengekomen om uw eeuw zeg maar, te herdenken en u te feliciteren. De burgemeester is speciaal gekomen, maar ja, we staan zwaar in de schaduw, want u heeft al een brief van onze koning ontvangen. Ik ben vol trots voor u. En de koning was de eerste die mevrouw heeft gefeliciteerd, dus ja, wie zijn wij nog? We proberen ons best te doen om het enigszins goed te maken. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. En ik denk dat langs al zijn leven, vroeger hadden we een piano begeleiden. Maar dat wel op zijn plaats is om te doen. Nou, dan doen we het a cappella. Langs al zijn leven, langs al zijn leven, langs al zijn leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ik wens u vandaag met uw familieleden, met ons allemaal, een hele, hele mooie 100ste verjaardag toe. Ja, de burgemeester wil ook graag nog zijn felicitaties namens de gemeente Boksel uitspreken, dus ik geef hem daar graag de gelegenheid toe. Ja, dank u wel. De felicitaties inderdaad aan mevrouw van der Brand. 100 jaar geworden vandaag. Trots op een prachtige brief die zij van de koning gehad heeft. En natuurlijk niet onverdiend. 100 jaar worden is iets heel bijzonders. Namens de gemeente Boksel had ik een bloemetje voor u meegebracht. Dat heb ik u inmiddels al gegeven. En ik hoop dat u nog een hele tijd heel gelukkig en ook in een relatief goede gezondheid hier nog door kunt brengen. Samen met de mensen hier. En nogmaals, proficiat namens de gemeenschap. Een klein applausje voor mevrouw. Nou heb ik nog een paar jaar te gaan om 100 te worden. Hoe moet ik dat doen? Hoe kan ik nou 100 worden? Zal ik vertellen. Gewoon ademhalen, blijven ademhalen en goed eten. En goed eten? En wat is er goed eten dan? Gewoon gezonde kost. Gezonde kost. Ja. Ik ben met gezonde kost opgevoed. Ja. Groot geworden. Ja. Okay. En ik pak elke avond een wijntje. Maar ja, ik heb heel veel veranderingen meegemaakt hoor. Ja. Ja. Maar ik zeg altijd, de beste verandering die ze meegemaakt hebben, dat is de wasmachine. Dat ze dat uitgevonden hebben. En nu op naar de 101. Ja, ik probeer het maar. Ik kijk maar hoe ver ik kom. En gezond blijven eten dus. Nou, nog een hele plezierige dag. Ja.